De Wheel of Energy Chords bereikte zaterdag 25 juni een muzikaal hoogtepunt. Ter ere van de 500ste marathon van Wheel-initiatiefnemer Richard Bottram werd een groot openluchtconcert gegeven op het Jan Dellaertplein. Het concert startte op spectaculaire wijze waarbij een hoofdrol was weggelegd voor Katja, de Schiphol-havik. Honderd muzici van het Philips Symfonieorkest verzorgden samen met gastartiesten een uniek optreden. Daarnaast werd het publiek getrakteerd op een aantal indrukwekkende stunts. Ik speelde een stuk dat heette Perpetuum Mobile van Johann Strauss. Dat betekent eeuwige beweging, dus dat stuk was een soort hommage aan het rad wat eeuwig energie geeft voor deze goede zaak. En toen hadden we een soort grapje dat Richard mij uitnodigde om in het rad te komen. Hij kwam met loopschoenen aan. Ik heb het orkest verlaten, die zijn heel braaf door gaan spelen. Alleen kun je niks en samen kun je alles. We lopen voor een beter leven met kanker, voor die mensen die met de ziekte kanker te maken hebben. En dat is wel een heel serieuze, diepe liggende reden dat ik zeg, nou die passie, daar kan ik, als ik moet, nog wel 500 marathons voor lopen. De boodschap van de Wheel of Energy, samen lopen voor een beter leven met kanker, kwam ook tot uiting in het allerlaatste nummer. Ontzettend veel warmte gevoeld, ondanks het wat koude en slechte weer. Het publiek reageerde waanzinnig en het was een concert met nogal wat stunts en dingen die logistiek ingewikkeld in elkaar zaten. En nou ja, het is gewoon allemaal gelukt, dus hier staat een blij mens. Wilt u ook meelopen in het Wheel? Dat kan. Ga voor meer informatie naar wheelofenergy.org.